Ja, we staan hier met z'n drieën voor een prachtige locatie met allemaal mooie groenten. En waarom? Nou, we willen jullie graag uitnodigen om mee te doen met de Keukenbazen Battle. Dus zit jij in groep 7 of 8 in het volgende schooljaar, dan moet je er eens goed over nadenken om mee te doen met de Keukenbazen Battle. Het is namelijk een kookwedstrijd voor jongeren. En die doen dat onder leiding van een vakman, die heb ik hier naast me staan. Dat is Theo Wolters van de Heren van Overloon. Fantastische kok, kun je veel van leren. En natuurlijk streekproducten, want daar zijn we natuurlijk ook goed in. En die worden gekweekt door Jos Hakkenes hier. En op een hele speciale manier gaat hij dadelijk van alles over vertellen. Nou, als jullie mee willen doen met Keukenbazen Battle, dan zou een mooie strijd zijn. 17 gemeenten doen er mee, jongeren uit 17 gemeenten. En wij gaan een hele speciale jongeren selecteren. Jullie mogen een menu samenstellen, kun je bedenken. En dat is de bedoeling dat jullie met de kok en de streekproducten, dat jullie gaan koken en een heerlijk hoofdgerecht gaan klaarmaken op 7 oktober in Den Bosch. En dan zou het zo mooi zijn, ja, als de groep uit de gemeente Boxmeer gaat winnen. Want ja, dan, kijk, weet je waarom? Dan word ik namelijk de keukenbazen burgemeester. Ja, en dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Dus als jullie mij willen helpen, samen met de kok en de leverancier van de streekproducten, dan zou ik, schrijf je in, doen hè. Hoe word je nou een keukenbaas? Nou, in ieder geval, je moet in de gemeente Boxmeer wonen. En dan is het niet alleen Boxmeer zelf, maar ook de 11 andere kerkdorpen die rondomheen liggen. Nou, en zit je dan volgend jaar in groep 7 of 8 en je bent een kookfanaat, dan zou ik zeggen, nou, doe mee aan de battle en maak het lekker spannend. En wat wordt er dan van jullie verwacht? Het wordt verwacht dat jullie een mooi gerecht gaan maken. Een spannend gerecht, maar ook een gezond gerecht. En dan is het natuurlijk belangrijk dat de hoofdbestanddeel van die producten, dat het uit de regio komt en hier uit de omgeving. En streekproducten, daar weet Jos weer meer van. Ja, dat klopt. Ja, Jos, vertel eens. Streekproducten. En deze streekproducten worden op een hele bijzondere manier gemaakt. Want deze worden gemaakt met behulp van vissen. En eigenlijk met vissenpoep. Want de vissen die we hier in de kas hebben zwemmen, die zien we hier niet, maar die zitten achter ons. Dat water dat stroomt hier langs en in dat water daar zit die poep in. En die poep, daarvan wordt dit. Daar groeit dit van. Dat groeit er ook op het land, maar wij doen dat hier in de kast. En we hebben dus tomaatjes, we hebben kruiden, we hebben sla en Theo had het al over het moeten goed uitzien. Nou, dat kan bijvoorbeeld met deze eetbare bloemen. Eetbare bloemen, Jos? Eetbare bloemen. Wil je er eentje proeven? Ja, laat eens proberen. Dat lijkt me spannend. Want spannend moet het ook zijn, hè? Alsjeblieft. Zo. Een viooltje om te eten. Een viooltje om te eten. Heerlijk. Nou, eet smakelijk alvast. Nou. En ik proef geen vissenkoek. Geen vissenkoek. Nou, dus willen jullie meedoen? Laat het ons weten. Doe mee. En we maken er een fantastisch feest van. En dan zullen ze laten zien hoe ze in Boxmeer lekker kunnen koken. En hoe jullie dat als jongeren kunnen doen. Beloofd? Afgesproken.